Je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza. In Nederland hadden we vandaag een divers beeld. Op de satellietfoto zien we bewolking, maar we zien ook opklaringen en de dikkere wolken. Juist ten oosten, ten zuiden en ook een beetje ten westen van ons land. Boven de Noordzee zitten nog altijd die opklaringen. Nou, die opklaringen die gaan langzaamaan wel wat verdwijnen, want vanavond neemt de bewolking geleidelijk wel weer toe. In het oosten van het land houden we het langst. De opklaring, daar koelt het ook het sterkst af. In het zuidwesten zou er wat regen kunnen gaan vallen. En die neerslag breidt zich dan in de loop van de nacht langzaam in noordoostelijke richting uit, bereikt Groningen als laatste, met daar dan ook de laagste minimumtemperatuur van een graad of 8. Gebieden waar de bewolking snel toeneemt, daalt het kwik niet verder dan zo'n 13 of zelfs 14 graden. Zeer zacht weer op de meeste plaatsen dus. En zacht weer hebben we morgen overdag ook 16 of 17 graden. We leven boven onze stand. En dat met eigenlijk alleen maar bewolking. In de ochtend trekt buiige regen van het westen uit het land in. In de middag wordt het in het zuiden en in het westen ook wel weer wat droger. Maar helemaal droog zeker niet. En ruimte voor de zon is er niet of nauwelijks. De wind is zuidwestelijk, waait in de ochtend af en toe nog krachtig langs de kust later wel wat af. En dat zachte en wisselvallige weer dat houden we eigenlijk ook. Langzaam maar zeker gaan de temperaturen omlaag op de vrijdag. En dan wordt het weerbeeld wat, ook wat minder uh, bewolkt. Hebben we wat vaker opklaringen. Overigens woensdag ook een paar opklaringen in het noorden van het land. En nog niet al te veel regen. de neerslaghoeveelheden op donderdag stellen ook niet veel voor. Op het moment dat het vrijdag juist wat open breekt, neemt de buigheid weer toe. Dus eigenlijk zijn de neerslaghoeveelheden vrijdag nog wat groter. Tegelijkertijd dus daling van temperatuur. Vrijdag is het 13 tot 15 graden. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.